Ja, we zijn weer weg voor een testrit. Misschien moet ik testpiloot worden. Nee, dat is niet waar. Ik ben niet zo goed. Ik kan wel rijden, maar ik ben een voorzichtige rijder. Ik heb zo vroeger altijd wel elk jaar. Nu met COVID is dat er niet van gekomen, maar elk jaar doen ze in maart is, denk ik. Dus rond deze tijd van het jaar, als veel van de motorrijders na een winterstop terug de baan op gaan, doen ze van de politie, organiseren ze dan zo test, hoe noem dat, opfriscursus. En dan doen ze zo op een parcours, op een parking, die carpool parkings langs de snelweg kunnen dan gaan testrijden. En ik heb dat eigenlijk elk jaar al gedaan, ondanks dat ik eigenlijk heel het jaar doorrijd. Dus ik had dan eigenlijk heel de winter doorrijden. Heb ik dat toch al een keer gedaan. En dat gaat op zich wel goed, ze. Maar nu heb ik dat dus niet gedaan met die COVID-toestanden. Ik weet af en toe vast ze organiseren dit jaar. Maar wat ik wel een keer zou willen doen ooit is... ik heb ook een off-road cursus gevolgd, dat heb ik ook al gedaan. Dus off-road heb ik ook wel ervaring. En dan wat ik nog niet gedaan heb is een echt circuit. Een circuitcursus of dan een circuitdag of zo. Maar met begeleiding, hè. Dat zou ik ook nog wel een keer willen doen. Dus ooit. Dat komt er nog wel een keer van. Maar ik ga dus nu opnieuw de snelweg opgaan om te testen. Want morgen heb ik hem nodig voor een langere afstand. Dan moet ik onder andere ook een stukje doen over de snelweg. Als het nu nog niet oké is. Ondertussen heb ik de laatste firmware versie erop gezet. Dat ging zeer probleemloos eigenlijk. Dat ging van de eerste keer goed. Met de app heb ik het gedaan. Voltooid, dat is goed, hè. Even zien of hij hier ook zo content is. Ik zie niks vreemds. Kijk, 19, dus hij heeft effectief wel aangepast naar 19. Dus we zouden, normaal gezien heeft hij verbeteringen voor die berekening van de state of charge. Dus we zullen zien of dat effectief helpt of niet. Hè. Ik ga gewoon exact datzelfde ritje doen op de snelweg, die 40 kilometer. 2 keer 20 aan 100 km per uur. Met de hoop dat ik minder accu verbruik deze keer. Hè. Want ik zeg het feit is dat ik met mijn eigen motorfiets rijd dat aan 120 km per uur. Hè. En mijn testen nu zijn aan 100 per uur. Maar het is wel een pak kouder. Hè. Morgen heb ik die testen bij Energica. Het is nog maar... 11 graden is het op dit moment. Het zal morgen ook zoiets zijn. Ja, en mijn headset doet het weer. Dus het geluid staat nu op 4% in de video, hetgeen dat je hoort op de achtergrond. Dus dat is het enige dat er nog te horen valt. Daarom dat ik het even inspreek achteraf. Ik ga gewoon de beelden laten rollen op de achtergrond. Ik ben eigenlijk de snelweg opgegaan met 92% accu. En dat was eigenlijk al meer dan tijdens mijn vorige testen. Dus gewoon de rit naar de snelweg toe ging eigenlijk al beter. En dan heb ik uiteindelijk cruise control gebruikt omdat het rustig was. Ik stond in eco-modus en 100 km per uur met cruise control. Dus gewoon het traject afleggen. Ik weet dat ik hier en daar spreek van 40 km, maar omdat het op de teller 42 aan heeft, heb ik eigenlijk altijd met 42 gerekend. De vorige keer had ik 44% verbruikt van de accu. Over die 42 kilometer en dan heb ik een totale range van 95 kilometer, wat al veel te weinig is volgens mij. En plus dat ik dan dat Magic Charging had ook, dus dat hij vanzelf aan het opladen was als ik hem aan de kant zette. Maar nu in deze test, in de helft zag het er al goed uit, maar ik heb hem voor de zekerheid toch ook helemaal uitgereden. Dus dezelfde 42 kilometer. En dus met 92 ben ik vertrokken en ik ben... met 54 terug aangekomen. Dus dat betekent dat ik 38% verbruikt heb deze keer, terwijl in plaats
Dus in de plaats van die 44 van de vorige keer. Plus dat eigenlijk zelf, ja, de vorige keer was het 15 graden buiten. Vandaag is het 10 graden buiten. Dus het is zelf iets kouder en toch presteert hem nog altijd een pak beter. 38% als ik dat omreken naar een accu die volledig geladen is. Dus als je de volledige accu verbruikt, dan zit ik aan een range van 110 km. Wat al realistischer is. Of wat al dichter in de buurt komt van hetgeen dat ik er zelf mee doe met mijn eigen SRF. Dus ja, succes. Ik heb alleen maar een firmware update uitgevoerd en het probleem is eigenlijk opgelost. Ik heb ook nog aan de kant even gaan staan, gewoon om te zien, terwijl ik het eigenlijk uitrekende allemaal, gewoon om te zien of dat effectief ook dat Magic Charging probleem ook verdwenen was en inderdaad gewoon het contact uit of aan het doen. Als ik aan de kant sta, gebeurt er eigenlijk niks niet meer vreemds met de state of charge. Dus tip voor iedereen met een SRF of met een andere Zero, gewoon de laatste firmware installeren. Daar zit. Hij doet geen Magic Charging niet meer. Hè. Ik heb het ondertussen ook uitgerekend. Met die 38 zit ik met een range van 110 km op de snelweg. Dat is veel realistischer. Hè.